bij ons, Christel Peters Hendricks. We zijn hier aanwezig omdat er een feestje is, Christel. Zo is het toch? Ja, dat klopt. Wij vieren op dit moment inderdaad een klein feestje. Omdat wij met 1 oktober trekking van de staatsloterij een heel lot hebben verkocht waar 100.000 euro op is gevallen. Wow, en weet je ook wie het is van je klanten? Ja, dat weten wij. Het is een vaste klant. En verder namen zo weet ik verder ook niet, maar het is in ieder geval een vaste klant. Dus dat vinden wij ontzettend leuk voor die mensen. En wie blijft een geluksdorp, hè? En constant blijven de prijzen ook bij jou vallen. Ja, precies. Want ja, goed, je bent hier ook al geweest toen met de koningstrekking. Toen hadden wij 2 loten van 10.000 euro verkocht. En nu ben je er weer voor dit feestje. Wanneer is de volgende trekking? Want ik wil ook een lotje natuurlijk, dat snap je wel. Ja, dat snap ik. De volgende is morgen, de 10e, 10 oktober. En dan hoop ik dat we zaterdag weer te horen krijgen dat we een feestje kunnen bouwen. Hartstikke gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel.